Wij laten ons opsluiten in het glazen huis hier op het Practicon, praktijkonderwijs in Doetinchem. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen en naamsbekendheid te genereren voor de ziekte Huntington. En waarom de ziekte Huntington? Afgelopen mei zijn wij helaas bekend geworden met deze ziekte, omdat een leerkracht uit ons team die diagnose heeft gekregen, die heeft besloten om daarmee in de openbaarheid de publiciteit op te zoeken, om niet stil te zitten, maar in actie te komen, zodat we deze ziekte misschien kunnen stoppen. U gaat zo het glazen huis in. Wat vindt u daarvan? Spannend. Heel erg spannend, heel erg leuk. Het is natuurlijk voor het goede doel, maar we zien wat er gaat gebeuren. En ja, het is afwachten. We hebben alle leuke dingen, allerlei leuke mensen, interviews. Dus ja, ik vind het heel erg spannend. Want het is natuurlijk wel een van de vele glazen huizen. Wat maakt jullie zo speciaal? Nou, we hebben natuurlijk het goede doel Huntington. En wat het speciaal is, het gaat bij ons ook om een collega die door de ziekte is geveld, wat dat betreft. En, ja, ik denk dat de leerlingen zich heel hard inzetten en leerkrachten. En we hopen een mooi bedrag op te halen, dus daarin is het heel speciaal. Hebben jullie nog speciale acties? Ja, we hebben echt een super gaaf idee, als ik het zelf mag zeggen. We hebben een mobieltje waar je mee kunt vloggen. Hebben wij voorzien van een databundeltje, zodat alles wat erop komt, dat online gezet wordt. En wij hebben het mobieltje gegeven als eerste aan Stijn Schaas, voetballer van het Nederlands elftal. Die geeft het mobieltje weer door aan iemand anders, maakt een filmpje en zo gaat hij steeds verder. Welk bedrag proberen jullie op te halen? We hopen op een mooi bedrag. Het gaat echt niet om de hoeveelheid. Het gaat om hoe mensen zich hebben ingezet. Hoe mensen zich hebben, in ieder geval qua acties hebben georganiseerd. Hoe druk mensen zijn geweest. En daarmee hopen we gewoon een mooi bedrag op te halen. Ja, en hoe groot die is, ik heb geen idee. En wat gebeurt er dan met het geld? Het gaat in ieder geval naar de campagne Team Huntington. Die mensen komen morgen ook. Het geld in ieder geval gaat naar onderzoek voor een medicijn. Want op dit moment is er nog geen medicijn. En nou ja, alle beetjes helpen. En we hebben in totaal 4 miljoen nodig. Dus we hopen dat heel Nederland uiteindelijk mee gaat doen.